dat is oké, Denske, en welkom bij een nieuwe episode van GTA 5 Funny Jobs. En we zijn zojuist aangekomen bij episode 51 en dit is take 2. Want ik had hiervoor al een poging gedaan, alleen iedereen zat te kut en er gingen drie mensen gewoon voor die ramp stilstaan. Alleen maar om irritant te zijn. En ik weet je wel, ik start de playlist overnieuw. En nou is het non-contact, dus iets minder leuk, maar ja, dat is gewoon te blamen aan de mensen die meedoen. En dus vals, of ja, niet vals spelen, maar gewoon echt alleen maar meedoen om te kutten. Maar dit is dus de eerste video die ik ga spelen met de nieuwe crew. Dus als jullie in mijn nieuwe crew zitten, kunnen jullie voortaan meedoen met mijn video's. De nieuwe crew die heet de DSKH Crew 555 en zit inmiddels al vol. Of beter gezegd, hij zat al vol binnen een uur. Dus dat was echt absurd snel. En als je er niet in kon, sorry, ik kan daar ook niks aan doen. Want ja, de mensen die het snelste zijn, die krijg je natuurlijk gewoon voor. En dan rijdt een fucking tank voorbij, what? Oh mijn god, dat was zo random. Die heb ik net niet gezien, de tank. Nou ja, ik zat eraan te denken om mensen die in meerdere crews tegelijk zitten, om die uit alle crews te kicken. Want ik wil eigenlijk hebben dat zoveel mogelijk verschillende mensen de kans krijgen om mee te rijden. Dus als jij in een andere crew zit, bijvoorbeeld de twee verschillende crews van mij, ga uit eentje. Want ik wil gewoon hebben dat zoveel mogelijk mensen kunnen joinen. En als ik erachter kom, dan is de kans dus dat ik jou kick uit al de crews. Dus dat is even een disclaimer. En wc-lul! Jij bent baas, jij ook wc-lul. Maar we gaan nou eens even kijken of we deze ramp eens even kunnen fixen. Oh, deze was zo vaag. Ik reed met volle snelheid en ik kon hem gewoon niet halen. Gewoon qua snelheid niet. Ik had geen snelheid. En dit is een standaard auto. We hebben geen keuze om getunede auto's te gebruiken. Dus dat vond ik persoonlijk heel raar. Dus we zullen het zien. En ik haal... Oh, nou haal ik hem wel. What the fuck? Hoe kan dat? Van strak haalde ik hem helemaal niet. Oh, dit ding is absurd. What? Ik haal hem in één keer. En net kon ik hem gewoon helemaal niet halen. Dit is wel erg. What the fuck? Ik snap het ook niet. Want strak had ik gewoon geen snelheid. Ik reed volle snelheid. Ik slipstreamde zelfs andere mensen. En nog had ik niet genoeg snelheid. En nou haal ik gewoon die ramp in één keer. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Maar ja, we moeten hem twee keer doen. Want het is een lap race. En er gaat sowieso duidelijk nog fout. Dus als je nou denkt, oh, Dennis rijdt zo ver voor. Dan kan ook van alles gebeuren. Ik zou zeggen, kijk anders mijn andere video's maar. Dan weet je precies waar ik het over heb. Ik verpest het altijd tegen het einde. Dus vooral niet de vorige episode, maar de episode daarvoor. En dankjewel THDK. No, ik zat naar het ding te kijken. Maar volgens mij episode 49. Daarin faalde ik zo absurd hard. Want ik zat niet op te letten. En ik zat... ik reed ver eerste. Dus ik zat gewoon een beetje te kutten. Een beetje met jullie te praten. En toen haalde iemand mij in voor de finish. Omdat ik stil stond voor de finish. Dat was echt heel erg. Dat was echt... Als een donkere vlek in mijn carrière, noem je dat. En wie ben jij? Roadrun nummer 1. Jij rijdt tweede. Doe je goed, jongen. Met je level 200. Net als ik. 200 bro's. Nou ja. We gaan even kijken of we die stunt zo meteen nog een keer kunnen halen. Want die ziet er best wel raar uit. En de race die heet trouwens Zenkudo Stunt Coaster V2. En ik had volgens mij een andere Zenkudo Stunt Coaster in episode 50 gedaan. Die lijken wel een beetje op elkaar. Hetzelfde soort races. Gewoon een beetje rond Fort Zenkudo. Niet echt mijn favoriete plek om race te rijden, maar wat doe je er tegen? Niet veel, toch? En come on! Haal ik dit? Nou haal ik... What the fuck? Ik ga zelfs te hard! Ik snap echt niet waarom ik nou gewoon te hard ga, terwijl ik hiervoor gewoon serieus de stunt niet kon halen. Ik snap het echt niet. Whatever. Nou ja, ik hoop dat ik de stunt kan halen, want als ik nou heel blijf falen, dan eindig ik dadelijk vijfde, net voor de finish. Want de finish is een stukje verderop. Ik rijd nu al derde. Dus dat is geen goed voorteken. Yes! Oké, dat was mooi. Heel mooi zelfs. Waarschijnlijk... Oh, ik rijd tweede. Dat is goed. Niet falen, Dennis. Niet falen. Niet sturen. Dat is nog veel belangrijker. Ik rijd eerste. Ah, kom maar op. Ik snap niet hoe mensen die stunt kunnen falen. Als je eenmaal die ramp haalt, dan hoef je gewoon niks meer te doen. Alleen maar gas geven. En dat heb ik gedaan. En nou zijn we eerst gefinished. Dat is zelfs al een mooi begin voor deze video. En we gaan eens kijken wat de tweede race gaat brengen. Ik ben benieuwd, dus tot zometeen. We zijn bij de tweede race. En ik dacht, oké. We gaan nou maar gewoon voor een contact race. Ik weet dat het van strakker helemaal verkeerd ging toen ik contact deed. Maar het is wel leuk om naar te kijken. Ik ga gewoon kijken of het werkt. Hopelijk de mensen zich kunnen gedragen. Dat zullen we wel zien. En ik rijd tenminste weer in mijn eigen auto. Dat is wel heel erg fijn. En
Oh, dat is al weinig. Nee. Oh, de held. Ik had hem gehaald. Wie had dat verwacht? Sorry. Nee, wat doe je? Yo, dat is een aanslag. Dat is een duidelijke aanslag. Wauw. Nee, maar het begint toch gelijk hectisch. Dat is wat het leuke aan dit soort races. Het is echt hectisch. Ik wist dat ik die moest raken. Ik krijg vierde, please. Alsjeblieft, meer. Ah, ik krijg vijfde. Nou ja. Ik rij met de entity, want in de beschrijving stond weer entity gebruiken. Dus ik denk, nou, dan doen we dat weer. En niemand leest die beschrijvingen volgens mij. Laat in de comments achter. Lees jij beschrijvingen van races? Ik meestal niet. Maar sinds een tijdje ben ik er maar eens gaan opletten. En vaak staan er best wel nuttige dingetjes bij. Oh, nou, rijd door. Ga niet remmen. Oké, lukt dit? Ja, dit lukt. Ik denk, ik heb geen snelheid. Oh. Gaan we dit doen? Wij gaan dit doen. What the fuck? Hoe lang is dit ding? Oh! Oh, ik heb hem gehaald. Oh! En op de groene container. What? Ik had nooit... Oh, what the fuck? Verkeer? Ik had nooit verwacht dat ik die zou kunnen halen. Want iemand duwde mij. Of nee, iemand remde af, waardoor ik geen snelheid had. Dus ik denk, ik kan die ram nooit halen. Die wallride. Maar blijkbaar heb je maar geen snelheid nodig. Nou ja. Ik rij hier achter. Wie is dit? Oh, ik kan zijn naam lezen. ProTim88. Dat is wel echt een pro. Oh, shit, die mensen komen in de buurt. Ik wil hem niet slipstreamen. Ik wil hem niet voorbij rijden in bochten, want ik heb een hekel aan bochten. Dus dat doe ik niet. Oké, uit de bocht. Dat doen we. Kijk eens aan. Zo pakken wij dat aan. Oh, waarom rijden hier allemaal auto's rond? Oh, wow. No, ik wist het. Nee, hij kan er langs. Mag ik langs? Rood, nee, Timmy. Of wie heet jij? Rood, nee, rood run, niet Tim. Rood run. Staat daar gewoon stil. Waarom, dat weet niemand. Dat is tot nu toe... Dat is tot nu toe nog steeds een raadsel. Nou, waar is Shane? Oh, hij is weg. Oh, nee. Nee. Je gaat me niet inhalen. Oh, yes. Als ik hier alleen maar opkom, dan is het volgens mij al prima. Want ik doe gewoon niks, hè. Ik geef alleen gas. En ik hoop op het beste. En in vele situaties is dat het beste wat je kan doen. En ik rij eerste. No, draaien. Oh, wow, dat scheelde weinig. Matties. Oh, nee. Oh, what the fuck? Oh, hier is de finish. Deze race is een en al hectiek. But I like it. Ik hou wel van hectische races, jongens. Dat is volgens mij ook wat jullie het leukste vinden om te zien. En waarom ben ik level 32 in de crew? Ik heb deze crew serieus eergisteren aangemaakt. Ik heb alleen maar vandaag, of in ieder geval deze race en de vorige race gespeeld. En ik ben level 32. What? What the fuck? Ik had het net toevallig over beschrijvingen van races. En daarboven staat het al versie 5 en dan Only Entity XF. Dat wil niet zeggen dat je alleen met de XF die race kan rijden. Maar ze raden dus eigenlijk aan om die auto te gebruiken. Want meestal is dat dus de beste keuze. Lees alsjeblieft die dingen. Ik pak niet alleen die XF omdat ik hem fijn vind. Maar die wordt gewoon aangeraden voor de races. En misschien hebben jullie episode 50 van mij kunnen zien. En daarbij stond er ook een race dat ik de XF moest nemen. Deed ik niet. Ik pakte de T20. En doordat ik de T20 had gepakt, kon ik de ram niet nemen. Dus het is wel altijd belangrijk om die dingen in de gaten te houden. Dus even een kleine tip. En dan gaan we nou beginnen met de laatste race. En die heet Turning Someone V5. Dus ik ben benieuwd. Let's go. Ik wilde eigenlijk toch nog graag een andere auto pakken voor de lols. Maar dat kon niet meer. Want ik had hem al gepakt. En dan kun je niet meer terug. Dan kun je alleen de game leaven. Dus oh, helaas. Ah, what? Oké, ogen dicht. Autoporno, weg hier. Oh, niet die wessel. Hou je gedijst. En dan gaat gelijk een stukje achteruit. Net alsof je mij verstaat. Oh, dit gaat sowieso helemaal fout. Oh nee, die paal! Altijd de palen. Altijd weer op die palen. Hé, hey, hij heeft dezelfde velg als ik, of niet? Nee, joh. Dat is echt bijna dezelfde auto. Oh, ik wil echt gewoon remmen voor die mensen. Die mensen zijn fucking eng, man. Holy shit, explosies overal. Echt waar, jongen. Als in het echt racen ze zo aan toe zouden gaan, dan zou dat echt de enige sport zijn die mensen zouden kijken. Want dit is fucking ziek. Nee, ik dacht dat iedereen gecrashed was. Eén iemand heeft het gehaald. Jammer. Ik dacht even dat ik de enige was die hier voorbij was gekomen. Waar rijdt nummer 1? Oh, die rijdt fucking ver voor. Wat een held. Waar rijdt hij ergens? Ik zie hem niet. Waar is hij? Dennis Bond. Altijd weer de Dennis, hè. Die rijden altijd vooraan. Wat is dat toch altijd? Behalve Dennis Wees had ik gehoord. Daar heb ik alleen van horen zeggen. Oh, ik zweer het je. Ik heb geen idee wat ik allemaal aan het doen ben met deze race. En ik hoop op mijn beste. En dat werkt! Holy fuck! En Dennis Bond. Oh, no!
Daar stond ik dus op, voor de bus te wachten, hè. Damn it. Maar Dennis Bond staat er steeds voor. Wat een held is hij, joh. Hij was volgens mij ook level 200, of niet? En het wordt 9 zelfs, wat een baas. Heel veel mensen wilden dat ik stop met mijn character, zeg maar, en overnieuw ga beginnen bij 200. Oh no, de checkpoint! Echt. Maar dat ga ik gewoon niet doen. Misschien voor een extra serie, maar niet voor alles. Want ik heb nou alles. Ik vind het een beetje doodzonde om nou helemaal overnieuw te beginnen. En Anwar, hallo, daar ben ik weer! En dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling, hè, Anwar. Niet dat je meedoet, dat maakt me niet uit. Maar je zit dus volgens mij in 2 crews. Dus als jullie deze video in het begin hebben geluisterd, dan weten jullie waar ik ervan win. Dat wil ik eigenlijk liever niet hebben. Dus als je kan, join maar 1 crew, maar niet meerdere. Maar dan vraag ik jullie vriendelijk. Is dit trouwens een lap race? Volgens mij wel, hè. Dan is hier de finish. Hier. Ja, een lap race. 2 laps. En we zijn weer gewoon uit heel die groep. Dat is altijd zo raar, dat we gewoon heel die groep kwijt zijn geraakt. Nou, dat vind ik niet heel raar trouwens. Iedereen botst op elkaar, explosies overal. dat is altijd zo fijn als je uit die groep bent. Want ik durf nou te wedden, al die mensen die dus nou bij elkaar rijden, die vervloeken elkaar gewoon. Hè? Want dat is echt ellende. Van alle kanten gebeukt. Want dan merk je ook wel aan mij, als ik heel veel gebeukt word in een race, dan word ik ook wel een beetje geprikkeld, zeg maar. Dan word ik een beetje chagrijnig van. Ik probeer het nooit te laten merken, maar ik ben wel iemand die daar heel erg geïrriteerd aan kan raken. Dat merk je wel, dat weet ik zeker, maar dat zullen andere mensen dus precies hetzelfde hebben. Dus als je uit de groep kan, doe het. Probeer afstand te nemen van die andere mensen, want niemand is te vertrouwen. Want al die mensen rijden gewoon letterlijk voor mij. En ik durf te wedden dat iedereen hier gaat staan. Oh, ik weet niet wat hij van plan was. Waarom plofte daar een auto? Oké, whatever. Oh, ik heb geen snelheid! Ik heb geen snelheid! Ah! You're doing it wrong, I suppose. Ik kan niet draaien. Zeg eens jullie, ik kan draaien. Draai de auto. Ik wil niet respawnen. Ik kan draaien. Je kunt het auto, als iemand me naar duwt. Nee! Hij ligt ook ondersteboven. Nathan. What up, Nathan? Kun je me duwen, please? Ik ga... Nee, ik kan niet duwen. Ik kan draaien. Het lukt. Ik kan het. Ik kan het. Yeah! Yes! En dan heb ik zeker helemaal geen snelheid. Oh my god! En dan rij ik schuin, dat meen je niet, wat een held. Maar hij is gewoon echt precies dezelfde plek, crasht hij ook. Ik krijg 4, dat bedoel ik. Zo snel kan dat veranderen, jongens. Welkom in de wereld van GTA, maar het interesseert me niet heel veel. Ik vind het wel grappig. Ik hoop alleen niet dat mensen voor mij crashen. Dat vind ik veel erger. Niet daar rijden. Als jullie niet crashen, goed zo. Dan maakt het me allemaal niet uit. En... Woo! Hier, volle snelheid. Zonder moeite. Laat maar. Oh, no. Ik deed net precies hetzelfde. Dus ik blame niemand. Ik deed net precies hetzelfde. Damn it. En toen reed ik 5e. We zullen dadelijk echt serieus 10e rijden. Dat zou grappig zijn. En ik rij 4e. Ik doe niks en ik rij al 4e. Want andere mensen crashen ook gewoon. Eén iemand heeft het volgens mij gehaald, denk ik. Is mijn gok. Oh, je gaat goed. Je gaat What the fuck vloggen zij heen? Oké, mooi. Hier is niemand, dat is goed. Yeah, buddy. We doen het hem. We doen het hem. Nee, nee, ik miste dat ding. En een explosie. Omdat het kan. Er zijn 2 mensen zijn door die wat is dat, wall run looping heen. Dus goed bezig. Ik helaas niet. Dus dat is niet zo goed. Dennis Bond reed een strakke eerste. Dus die is ook heel ver naar achteren gezakt. Oh, ik moet er langs. Ik rijd veel sneller als jij. Ah, sorry! Ik moest om hem heen, want hij reed echt gewoon 30 km per uur. Kom ik aan rijden met 435 km per uur? Ik moet iets! En ik rijd 6e! Oké, dit wordt hem. Ik voel het. De wind staat goed. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Ik weet het zeker. Dit wordt hem. Dit wordt hem niet. Dit wordt hem. Nee! De palen! Altijd die palen! Ah! Oké, ik stond volgens mij redelijk ver voor in de playlist, dus no worries. Maar stiekem van binnen, wel worries. Ik ben bang dat ik hier niet kan finishen als ik dat DNF word. Dat zou echt om te janken zijn. Niet meer afrijden, goed zo. De palen zijn weg. Dat is het belangrijkste. Dit gaat goed. Yeah! Oh, no. Mathies, dat mag jij niet. Oh,
lekker voor je. Bochtwerk. Oh shit, ik reed bijna een paal aan. Weet dat je dat die checkpoint mis, net als de vorige keer. Dat zou erg zijn. Oh, jij bent baas. Jij bent ook baas, Wessel. Jij bent hier pas de baas. Oh shit. Ik hoop echt dat ik 6 daar. En ik gewoon met die paarse auto, die mag ik niet. Dat is gewoon, hoe noem je het ook weer? Fuck, ik weet het woord zo niet. Wat ik zo, oh shit. Ik ga wel even focussen op de race. Hoe heet het ook weer? Als je een hekel hebt aan je tegenstanders. Dus niet aan de personen, maar gewoon aan tegenstanders. No! No! Oh fuck! Dat ben je niet! Holy shit! Dat was close! Damn! We hebben het nog gefinished. 6e. Damn! Ik ben benieuwd wat de eindeslag is geworden voor deze playlist. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit tot dusver leuk vonden. Als je het leuk vond, laat alvast een like achter. Maar wij gaan kijken wat de einduitslag is geworden van de playlist. En waar de fuck gaat hij naartoe? Dat is de verkeerde kant op. Zoals jullie kunnen zien is de einduitslag bekend. En ook heb ik niks hoeven te vrezen, want we hebben ruim gewonnen. Dus dat is op zich goed nieuws. In ieder geval, ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze video. Als je het leuk vond, laat dus alsjeblieft een like achter. En als jullie meer van dit soort video's willen kijken, abonneer dan op mijn kanaal. Verder staat er een linkje in de beschrijving naar deze playlist. Als die er nog niet in staat, stuur even een berichtje op Twitter. Dan zal ik dat aanpassen, want ik vergeet dat regelmatig. Dus, maar in ieder geval, ik hoop jullie de volgende keer in ieder geval weer te zien bij een nieuwe video. Dus tot dan en houden we.